Hallo allemaal. Lezen voor de lijst De Engelenmaker 2005 van Stefan Brijs, dat is een Vlaming. Een verhaal met een alwetende verteller, knap geconstrueerd en het heeft drie onderwerpen die centraal staan. In de eerste plaats de ethische grenzen van wetenschap, wat mag en wat mag niet. En vooral van klonen, mensen klonen mag dat, het lijkt me van niet. Die met de beste bedoelingen worden overschreden door Victor Hoppe en die op de grens van waanzin en genialiteit balanceren. Op het ene moment vraag je je af, is jij gek geworden? Zoals meer personen in de roman. Op het andere moment denk je, als het echt waar is wat hier verteld wordt, wat natuurlijk niet zo is, dan zou het geniaal zijn. De rol van het geloof, die door Victor Hoppe niet gezien wordt als een begrenzing van de wetenschap of als een argument tegen de wetenschap, zoals het wel vaak gaat, maar juist functioneren als een ondersteuning en een drijfveer, als een katalysator van de wetenschap. Dat is heel apart, dat het geloof in deze roman een drijvende kracht is om door te gaan met het klonen. Daarnaast speelt het bijgeloof van de dorpsgemeenschap een rol. En ten derde de strijd tussen goed en kwaad, die universeel is. Drie thema's dus: wetenschap, geloof en de strijd tussen goed en kwaad. Eerst wetenschap. Het is in de roman Victor Hoppe gelukt, na het klonen van muizen, ook mensen te klonen met als draagmoeder vrouw Fischer. Een lesbische vrouw die graag een dochtertje wil. Ze denkt ook dat ze een meisje zal krijgen dat op haar lijkt. Ze gaat bij de dokter wonen om te bevallen, maar ze schenkt het leven aan drie jongens die Victor naar de aartsengelen noemt. Michael, Raphaël en Gabriel. Vandaar de Engelenmaker als titel. Ze wil ze niet hebben, want ze wilde een meisje. Dus neemt Victor ze mee naar zijn huisartsenpraktijk in Wolfheim, waar zijn vader ook huisarts was. En daar gaan ze wonen. Ze krijgen een oppas, vrouw Maanhout, en die merkt al snel op dat er van alles mis is met de drieling. Ze lijken weliswaar als drie druppels water op elkaar. Net als hun vader hebben ze alle drie een hazenlip. Dat is wel heel opvallend. En ze hebben rood haar, net als zijn vader, maar een veel te groot hoofd ten opzichte van de rest van hun lichaam naar verhouding. En het ergste is dat ze heel snel verouderen. De telomeren van hun chromosomen zijn te kort. Ze zijn super intelligent, maar behoorlijk contactgestoord. Ook dat hebben ze van hun vader die aan de ziekte van Asperger leidt. Blijkt uit de rest van de roman. De dokter laat het er niet bezitten en hij zoekt naastig naar een genezingsmethode voor de jongens, maar het mislukt. Als Maanhout op het spoor komt van het klonen en van het clandestine van alles wat er gebeurt, confronteert ze de dokter. Maar hij zegt, ik heb dit niet zo gewild, hij heeft het zo gewild en met hij bedoelt hij God. Hij komt dreigend op haar af. Ze staat op de rand van de trap. Op de overloop op de rand van de trap. En ze valt naar beneden en ze is dood. Dit heeft de dokter niet echt gewild. Je kunt niet echt van een moord spreken. Hij is niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Het kwaad is in hem gevaren, vindt hij zelf. En dat moet nu bestreden worden. De drieling gaat hard achteruit. En op een gegeven moment is drieling stervende. Iemand van de Universiteit van Aken die hem gestimuleerd heeft, Rex Kramer, die constateert het ook, die komt bij hem thuis en die ziet dat ook, dat het niet lang meer kan duren. Als een dorpsgenoot, dove Gunther Weber, door een bus wordt overreden, gaat de dokter op ziekenbezoek en alleen bij het lijk en hij doet dan een snelle incisie. En hij oogst de testikels van de jongen, want die cellen heeft hij nodig en die zal hij weer kunnen gebruiken om een nieuwe baby voor die Gunther en zijn vrouw Vera te maken door te klonen.
Vrouw Fiesje wil haar kinderen zien. Die komt op een gegeven moment dus tevoorschijn als het ware. En ze heeft schuldgevoel. Ze wil haar kinderen zien, reist naar de dokter. En ze ontdekt dan dat er al één is overleden. En de tweede staat op het... Of al twee zijn overleden, wil ik vanaf zijn. Die staan op sterk water. En de derde gaat later ook overlijden. Zij vindt dat waanzin en ze draait helemaal door en ze valt de dokter aan met een scalpel. En ze steekt hem in zijn zij. Denk even aan het verhaal in het Nieuwe Testament van Christus die door de soldaten in zijn zij wordt gestoken. Als hij aan het kruis hangt. Dat komt later nog wel terug als ik het over het geloof heb. De dokter doodt haar vervolgens en snijdt haar open en haalt dan de eitjes uit de eierstokken of een soortgelijke operatie. Als Kramer op bezoek komt, ontdekt hij dat er drie kinderlijkjes zijn die op sterk water staan. Hij ontdekt het lichaam van vrouw Fiesje met de buik open op de plaats van de eierstokken en hij begrijpt hoe het in elkaar zit. En hij denkt, oh, ik heb ooit meegeholpen om die dokter Hoppe op de rails te zetten. Ik moet alle sporen wissen. Dat doet hij dan ook en hij steekt het huis in brand. Daarvoor heeft de dokter bij Vera Weber al gekloonde cellen van zichzelf ingebracht. En van, ook van die jongen. Die overleden is en tot één geheel gemaakt op een of andere technische manier die ik niet zo helemaal begrijp, maar dat komt zo aan het iets verderop wordt het wel uitgelegd. Vervolgens is Hoppe toch wel onder de indruk van alle dingen die hij fout gedaan heeft en na een gesprek met de pastoor over de rol van Jezus. Dat hij goed wilde doen en zichzelf heeft opgeofferd voor de mensen, besluit hij ook zichzelf te kruisigen op de Calvarieberg. Of Calvarieberg, daar wil ik vanaf zijn. Daar komt net de processie langs uit het dorp ter ere van de heilige Rita. Als de dorpelingen aankomen, kan hij, als hij zichzelf gekruisigd heeft, nog net zeggen, het is volbracht en dan scheurt zijn lichaam van het kruis, letterlijk, en valt naar beneden en is dood. Maanden later wordt er bij Vera en Günther een gezonde baby geboren, maar let op, echt een damevraagje is dat, met een hazenlip. Dus hij heeft zichzelf ook weer gekloond en heeft dus de dood als het ware overwonnen. Zoals Jezus dat gedaan heeft, eerst gekruisigd en daarna de dood overwonnen door op te staan. Zo staat in dat kind die Victor Hoppe als het ware op. Het klonen is duidelijk, denk ik, het oversteken van een ethische grens. Dat doe je niet. Een heleboel landen hebben dat ook al op wetenschappelijk niveau afgesproken dat ze daar niet aan beginnen. Klonen van dieren kunnen we inmiddels, maar klonen op mensen gaat een stap te ver. De dokter lijkt ook trekjes van waanzin te hebben, van obsessie en hij lijdt aan het syndroom van Asperger. En dat verklaart misschien zijn idiote omgang met het klonen en dat dwangmatige verder willen ontwikkelen. Verder is het natuurlijk geniaal om dat te kunnen, dus het is een combinatie van wetenschap, waanzin bedoel ik, en genialiteit. Eén zinnetje moet je goed onthouden, denk ik, en maar even opschrijven of zo, dat je dat op je lijst zet, als je die bij je hebt, zodat je het op kunt lezen, en anders leer je het uit je hoofd. Soms is wat onmogelijk lijkt alleen maar moeilijk. En dat is het adagium, als je maar doorzet, dan kan alles in de wetenschap. En dat is wel een angstaanjagend zinnetje.
Victor, die heeft, dan komen we op het punt van het geloof, tweede thema. Victor heeft een zeer afwijkend godsbeeld. Afwijkend in de zin van, als je kijkt naar het traditioneel christelijke godsbeeld. En dat ziet er als volgt uit. Ik geef een citaat, dat is het eerste punt, A. God geeft en God neemt. Nou, dat is een bekende uitspraak, hè. Maar niet altijd, soms moeten we het zelf doen. Niet altijd, maar soms moeten we het zelf doen. Dus met andere woorden, je mag zelf ook voor God spelen als je dat wil. Als je dat kunt. Tegen Rex legt hij een deel van zijn geloof uit. Hij zegt, God heeft de mens gemaakt. Dat gelooft hij dus, in God de schepper. Maar de mens heeft ook God gemaakt. Dus het omgekeerde is ook waar. Wij hebben ons een beeld geschapen van God. Met andere woorden, er is geen strikte scheiding tussen geloof en wetenschap. Er zit een soort brug tussen geloof en wetenschap. En hij is bezig die over te steken. Hij is bezig die brug te ontdekken. C, derde punt. Dat is het belangrijkste punt. En al heel oud en bekend is dat. Al in het vroege christendom kwam dat voor. De gedachte dat God kwaad doet. De God van het Oude Testament is kwaad. Maar Jezus doet goed. De God van het Nieuwe Testament, de Godmens van het Nieuwe Testament, doet het goede. Dus God doet kwaad, mensen laten sterven bijvoorbeeld. En Jezus doet alleen maar goed. Nou, wat wil jij worden, Victor? Victor Hoppe wil dokter worden en goed doen. Maar voor het kwaad vindt hij zelf dat hij moet boeten. Want dat moet gestraft worden. En dat gebeurt dan ook. Nogmaals, dat God geïdentificeerd wordt met het kwaad en Jezus met het goed is al, nou wel 18 eeuwen of zo, nog langer, is dat een standpunt dat verdedigd wordt door sommige mensen en gelooft. Marcion is een van de oude kerkvaders, die geen echte kerkvader genoemd mag worden in het christendom, maar is een van die oude denkers die dat naar voren heeft gebracht. En de stroming heet de gnostiek. Maar goed, dat voert wel heel ver. Als je dat allemaal zou weten, dan heb je wel een 9 op de dame. Maar het is belangrijk om te weten dat die gedachte dus niet origineel is. Of wereldschokkend in die zin. Victor wil leven geven zoals God. Maar God neemt het ook. Maar Victor vraagt, ja, wie geeft hem eigenlijk het recht om te nemen? Dus hij verklaart God voor kwaad. Dan D, wat het geloof betreft, na een gesprek met de pastoor aan het eind van de roman wordt het Victor duidelijk dat Jezus zijn straf lijdzaam onderging om te tonen dat hij het goede wilde. En door uit de dood op te staan, weerde hij dat hij er voor alle mensen was. Werd het duidelijk dat hij er voor alle mensen was. En dan vindt er een soort identificatie plaats tussen Victor en Jezus. De lijdensweg, de kruisiging van Victor is een imitatie van de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament. En ik heb hiervoor al gezegd dat in je zij gesneden worden, geraakt worden met een prikinstrument, een snijmes of een andere manier. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook. Met Jezus. Dat is dus een heel duidelijk voorbeeld. En de opstanding zullen we zo bespreken. Voor Hoppe is Kramer, die dus hem geholpen heeft om zelfstandig te kunnen werken aan de Universiteit van Aken in de embryologie, is Kramer de Judas die hem zal verraden. Als hij daar komt en alles ontdekt, denkt hij, en hij komt, gaat dan eerst helemaal in de war weg en hij keert dan terug en dan zegt Hoppe, jij bent degene die mij zal verraden. Met een bende zul je hier komen en mij verraden. Dat is ook weer het verraad dat Jezus is overkomen.
dat ze met stokken en zwaarden hem kwamen opzoeken en hem min of meer arresteerden. Kramer is geschokt en hij is zo geschokt dat hij heel wild naar beneden rijdt en verongelukt dan met zijn auto rijdt in de bouwput voor de nieuwe toren op de Vaalse Berg. Zodat hij hem niet kan verraden, ook al zou hij dat willen. Dat is wel even tussen haakjes. Hoe ziet de identificatie er verder uit? Kramer is dus Judas. En Victor Hoppe kruisigt zichzelf op de Calvarieberg. Dat is wel het minst aannemelijke deel, vind ik. Als je het realistisch argument daaraan hanteert, zeg je nou, dat is toch wel heel vergaand. Dat je jezelf zou kunnen kruisigen door spijkers door je twee handen te slaan en ook nog door je voeten. Dat lijkt toch wel wat te ver gaan. Maar goed, voor het verhaal is dat niet erg. In fictie kan van alles. Dus we geloven maar dat hij zich kruisigt op de Calvarieberg. Wanneer de Wolfheimers er aankomen, dan scheurt zijn lichaam van het kruis. Maar niet nadat hij heeft gezegd, zoals in het Nieuwe Testament Jezus dat ook deed, het is volbracht. Als hij sterft, breekt er dan nog een onweer uit, als hij gestorven is eigenlijk al. En dat komt overeen met de duisternis die intreedt volgens het Nieuwe Testament als Jezus gestorven is. Een dreigende duisternis in dit geval is dat een onweer geworden. Maar hij staat ook uit de dood op. Een mooie tentamenvraag is dat. Die Victor Hoppe is weliswaar dood, maar zijn cellen heeft hij ingebracht om een mens te klonen. En wat blijkt, zoveel maanden later, Vera en Gunther krijgen een zoon die helemaal gezond is en niet doof, waar ze wel erg bang voor waren, omdat hun eerste zoon doof was. Maar hij heeft wel een hazenlip. Dat is dan dus duidelijk dat die Victor Hoppe zichzelf weer gekloond heeft. Met andere woorden, zijn wederopstanding is een feit, namelijk in dat nieuwe kind. En hij kan opnieuw goed gaan doen en het kwade bestrijden, bij wijze van spreken. Dit alles wordt begeleid door bijgeloof, namelijk van die dorpsgemeenschap. Er zijn allerlei roddels steeds aan de gang. En er is ook een man die als een soort magische tovenaar, zal ik maar zeggen, een soort onheilbrenger fungeert. En die zegt, er komt onheil. En dan gebeuren er ook allerlei dingen die op onheil lijken. En daar is heel bijgelovig over. Dat bijgeloof van die dorpsgemeenschap speelt een belangrijke rol. Dat is wat het geloof betreft. Ten slotte, het derde. De Engelenmaker is een boek over de verschillen tussen goed en kwaad. Nou, dat zal je duidelijk zijn dat Victor Hoppe goede bedoelingen heeft, maar heeft wel twee doden op zijn pad die mede door hem veroorzaakt zijn, die Maanhout. Die heeft hij weliswaar niet van de trap geduwd, maar hij is toch naar voren, dreigend naar voren gekomen, zodat ze gevallen is. En die vrouw Fischer, die heeft hij wel gedood. En daarvoor moet geboet worden. Hoppe ziet zijn eigen dood als een offer, zoals Jezus dat ook zag. En hij ziet in dat hij zichzelf moet geven, omdat hij in zijn streven om goed te doen toch kwaad heeft aangericht. Met andere woorden, goed en kwaad liggen in elkaars verlengde. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Hij wil God het nakijken geven en nu probeert hij God te overtreffen door foutloos te klonen. Maar dat lukt hem dus niet. Zelfs niet die keer dat hij die Vera en die Günther Weber een kind geeft, want die heeft nog weer een hazenlip. Maar verder is het kind helemaal gezond. Dus hij is wel vooruit gegaan. Als Hoppe erin slaagt de drieling te scheppen, dan wordt hij als God. Maar
Hij heeft zelf gezegd: God is het kwaad. Dus dat betekent dat toen hij daarin geslaagd was, moest hij ook zich begeven in het rijk van het kwaad. En hij wil zichzelf reinigen door de kruisiging. En een nieuw leven in de wederopstanding beleven. Om vervolgens niks anders te kunnen doen dan goed te zijn. Hij wil leven geven. En dat is dus heel goed bedoeld allemaal. En het nemen laat hij aan God over. Als je het psychologisch bekijkt, dan is het gedrag van Hoppe zeer goed te verklaren. Hij lijdt namelijk aan het syndroom van Asperger. En hij heeft ook hele erge, nare jeugdervaringen. Die vooral in deel 2, er zijn drie delen hè, in dit boek, in deel 2 naar voren komen. En zo is hij geworden tot wat hij nu is, een mislukte engelenmaker. Weliswaar een engelenmaker, maar één die fouten heeft gemaakt. En er wordt wel gezegd, dit is voor VWO-leerlingen denk ik van belang, dat dit ook een naturalistische roman zou kunnen zijn, omdat erfelijkheid hier een rol speelt. Milieu en opvoeding. Weet je nog, naturalisme was de stroming waarbij de mens uitsluitend gezien wordt als het product van erfelijkheid, 1. Milieu, 2. En dus omstandigheden waarin iemand leeft. En opvoeding. Die opvoeding vindt in een internaat plaats, hè? Dus daar krijgt hij ook dat godsbeeld. Naturalistisch roman kan het zijn qua genre. Je zou het ook een griezelroman kunnen noemen. En dat wordt in het Engels wel aangeduid, las ik in de secundaire literatuur, met gothic novel. Ik weet niet of je dat wat zegt. Als het je niet wat zegt, dan zeg je op tentamen gewoon een griezelroman. Want er gebeuren natuurlijk erg griezelige en waanzinnige dingen in dit verhaal. En er komt ook een gruwelijk einde aan. En in die zin zou je het best een griezelroman kunnen noemen. Maar wel een hele knappe. Heel knap gecomponeerd boek. Het is een dikke pil. Ik vind het heel knap van je. Als je het op je lijst hebt en je kunt dat allemaal terugvertellen, zoek anders in voor een samenvatting nog even DBNL op. Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren. Dat helpt je ook nog weer om alles nog even op een rijtje te zetten. Maar deze video is denk ik, als je dit weet, als je dit kunt vertellen op het tentamen, dan heb je een goed cijfer, denk ik. Dan heb je het wel begrepen. Maar ze kunnen van alles vragen over de inhoud, dus doe ook de samenvatting van de inhoud op scholieren.com of op DBNL nog even lezen, want dat helpt. Ik dank je weer voor de aandacht. Ik wens je veel sterkte met tentamen deze week, als je het moet doen. En ik wens je ook een fijne, prettige dag. Geniet nog een beetje van de zon.